Ja, ik heb zo wat issues gehad met technologie de voorbije dagen en ik ben blij dat nu wel werkt. Ja, Super. dus welkom Patricia. Ik zal eerst eens een beetje uitleg geven van waarom dat ik u erbij heb gevraagd, hè. Is goed. Dus ik heb met het Vragen aan Moeder Natuuruur op een bepaald moment een vraag gekregen. Die was, is cultuur iets van de natuur of iets van de mens? Of hoe moeten we dat zien? En dan ben ik daar zo'n beetje, ja, dat is zo wat blijven hangen. En dacht ik van, oh, daar kan ik meer mee doen met die vraag. En dan is bij mij het idee heel spontaan opgekomen om jou erbij te halen, als artieste. En ik zal jou eerst een beetje het woord geven om jezelf een beetje voor te stellen, Fijn, dankjewel, hè. Tammy. Dus ik ben Patricia, Patricia van Kutsem, en ik ben artieste, dus ik ben vooral vocaalartieste. Dus mijn natuurstem is mijn hoofdinstrument in zowat alles wat ik doe. En naast mijn solo-project waarmee ik mijn eigen muziek uitbreng, heb ik ook een duo met Jan Canaerts, Canaerts en Van Kutsem. Ik heb vroeger de vrouwengroep Keruna ook mee opgericht en jaren deel van uitgemaakt. En daarnaast ben ik ook zangcoach natuurstem. Dus ik heb de expertise die ik zelf heb verzameld rond klank en zang, die deel ik nu ook met andere mensen, zowel individueel als in groep. En ik ben ook klankheler. Dus ik heb me tijdens een opleiding echt verdiept in wat klank kan betekenen, de kracht van klank als helend instrument. En ja, klank is zowat de rode draad doorheen mijn leven en mijn werk op alle gebieden. In een notendop. Ja, nee, dat is mooi, hè? Klankheler vind ik sowieso ook al een hele mooie, ja, een heel mooi iets. Ja, en om het dan eens even over die vraag te hebben, hè, die dat er is gesteld. Dus zoals dat ik dat aanvoel, dus ik zal eerst even is mijn aanvoelen daaraan delen. Dat is dat, ja, dat cultuur eigenlijk ook iets van de natuur is, maar ook van de mens, maar juist omdat dat uit een diepste kern of de diepste natuur van de mens komt, dat dat eigenlijk ook iets heel natuurlijk is. Dat een beetje een zinspeling, hè. Maar ja, omdat ook dat, je kunt dat op zich niet verklaren, hè. Dat is, dat ontstaat gewoon en dat dat daarom ja, eigenlijk ook gewoon een heel natuurlijk proces is. En wat is jouw zicht daarop? Wel ja, voor mij is alles klank. Alles, klank is trilling, trilling is energie. Alles wat wij rondom ons zien, heeft een frequentie. Die kan hoog, laag zijn, maar alles is eigenlijk ontstaan vanuit frequentie. Dus voor mij is klank echt de link om mij te verbinden met wat is. En dat is binnen in mezelf, dat is met mijn eigen energie. Dat is in verbinding met anderen, maar dat is ook in verbinding met natuur. Want uiteindelijk is klank niet anders opgebouwd dan de bouwstenen van natuur. Dus dat is, in mijn klankhelersopleiding heb ik daar ook een heel theoretisch stuk over gehad, waar echt die link wordt gelegd tussen hoe is alles ontstaan? En in het testament wordt gezegd, en in het begin was er het woord. Maar eigenlijk gaat het om, in het begin was er klank, was er trilling, was er frequentie. En die heeft zich in de natuur, zowel als in de mens, op een bepaald manier gekristalliseerd, zal ik maar zeggen. Dus ja, voor mij is dat gewoon de verbinding, de manier om te linken met natuur en met wat is, met de bredere energie. Ja, wauw. En zou je zoiets wat meer kunnen vertellen over die klankheling en hoe dat dan effectief werkt? Wel, wat je eigenlijk bij een klankheling gaat doen, is dat je ofwel klanken gaat ondergaan, ofwel in mijn geval dan klanken gaat toedienen aan iemand. Je gaat eerst je energie goed afstemmen, dus dat je heel goed bij jezelf bent, maar dat je ook goed gegrond bent. En dan ga je vragen, oké, welke klank is er op dit ogenblik hier nu nodig? Nu, dat kan voor een persoon zijn, maar dat kan ook voor een ruimte zijn, waar je voelt van, bluh, wat hangt er hier? Dus je kan eigenlijk met klank heel breed gaan. Dus je kan heel fysiek ter plekke iemand een klank aandienen waarvan dat je voelt, oké, dat is de klank die dat orgaan of dat energieveld van die persoon nu nodig heeft om terug in harmonie te komen. Want wat gebeurt er eigenlijk wanneer dat je in disharmonie gaat? Dan krijg je blokkades.
Elke orgaan heeft een ideale trilling, een ideale energietrilling. En wanneer dat verstoord wordt, dan is er mogelijkheid om met klank daar weer een andere klank tegen te zetten, een andere frequentie, waardoor dat, dat toch weer kan geheeld worden of losgewerkt worden of ontspannen worden. Dus dat is eigenlijk een beetje, in een paar woorden, het basisprincipe van de soundhealing. En als je dat dan gaat bekijken, ja, een ruimte heeft een energie, maar de aarde heeft een energie, het collectief heeft een energie. Dus hoe meer dat je met die frequenties gaat werken, verbonden met uiteraard een positieve en helende intentie, want dat is heel belangrijk, ja, dan kan je dat, is dat een enorm krachtig instrument, niet alleen om het plezier van de klank, maar soms ook iets heel snerpends. Dus het hoeft niet alleen harmonische, fijne, heldere engelengezangen te zijn. Het kan ook heel bruut, heel rustig zijn om echt even een blokkade te laten echt schrikken bijna, dat het erop kan reageren. Amai, ja, dat is wel mooi. En als je zo zegt van dat je dan de klanken eigenlijk gaat produceren die dat een persoon of een plaats of zo dan op die moment nodig heeft, dan is dat ook gewoon heel intuïtief. Kun je dat verklaren dan ook op een of andere manier, waarom dat die klank moet zijn? Of dat is gewoon puur een aanvoelen? Dat is puur aanvoelen. Want heel vaak komt dan mijn ego-stemmetje van, ah, nee, meen het? Dat is toch echt een afgrijzelijke klank. Moet dat nu echt? Of zo'n gesmoorde klank in de keel. Ik denk van, wow, mijn stem is helemaal niet open. Maar wow, dat is wat er op dat ogenblik daar dan nodig is. En soms is het ook puur stilte. Want ook stilte is klank, is trilling, is energie. En stilte is puur laten zijn wat er dan is. Dat is een heel belangrijk deel van klank. Dat is, als je klank maakt, of als je samen zingt, is het heel belangrijk om daarna ook de tijd te nemen om in stilte te gaan, om juist in de essentie van de trilling, van de klank die je hebt gecreëerd, te kunnen komen. En te kunnen zakken en te kunnen voelen, oké, dit is wat er gebeurt. Dus na het actieve oproepen van klank, daarna gewoon echt in die rust en dan voelen, dan zit je precies zo in de cocon, in de cel van die klank in. Het is een heel bijzondere ervaring. Ja, wauw. Ja, ik wil ook wel even zeggen tegen de mensen die kijken, dat als ze bepaalde vragen willen stellen of zo aan mij of aan jou, dat ze dat ook wel gewoon in de chat mogen doen. En dan, dan nemen we die ook mee. Hè. Nu, hetgeen dat je zo net vertelde, dat brengt mij wel enorm naar waar dat ik jou ook heb leren kennen, op het vrouwenapparaat. Hè. En dat we daar eigenlijk ook zo een beetje getuige zijn mogen zijn van het ontstaan van zo'n heel mooi lied, het Sisterlied. Mm-hmm. En ook dat jij daar soms voel je zo precies wanneer dat het tijd is om te zingen, hè? En dan komt dat niks en dan doet dat inderdaad exact wat dat op die moment moet doen. En dat is echt heel, dat is prachtig, hè? Ja. En dat Sisterlied, ik heb dat nu via andere kanalen ook al terug tot bij mij gekregen, dat precies zo wat het lied van de vrouwencirkels is geworden. Hè? De vrouwencirkels die nu meer en meer zo overal wat oppoppen. Mm-hmm. Ik vroeg mij af of je zo wat wil vertellen over dat ontstaan daarvan. Wel, sinds dat ik niet meer kan optreden en ook niet meer veel buiten kan komen met mijn klank en mijn muziek, ben ik meer en meer ook liederen op maat aan het maken voor mensen. En er was een vraag gekomen van een groep collega's die gingen afscheid nemen van een vrouwelijke collega van hen, die spontaan had voorgesteld, omdat daar besparingen gingen lopen, van kijk, voor mij is het goed, ik wil dit, mijn traject hier gerust afronden en zien wat er na op mijn pad komt. En de andere collega's waren daar bijzonder dankbaar voor, want dat betekende dat er niemand ging moeten verplicht ontslaan worden. En dus was ik dan een lied voor haar aan het maken om haar te danken en om haar te eren. En, maar tegelijkertijd was ik dus ook in het vrouwenberaad, waar ik jou heb leren kennen, terechtgekomen. En dat proces dat zat zo helemaal door elkaar. Zo van vrouwen die een lied zingen ter ere van. En een aantal van de woorden in het lied werden dan veranderd. Ook weer spontaan, want eerst in het begin had ik echt weerstand. En ik dacht, oh my god, een lied dat Sister noemt. Ik begon al zo direct mijn ratio, mijn ego. Dat is al alle mannen die daar niet
daar zich niet toe kunnen aangesproken doorvoelen. Maar ja, uiteindelijk heb ik, zoals je zegt, op een bepaald moment in het vrouwenberaad komen er bij mij geen woorden, maar komt er klank. En toen ben ik op een bepaald moment spontaan het lied beginnen zingen, omdat het zo klopte. En daar kreeg dat echt zo de bedding van het lied dat het echt nodig had. En daarna, denk ik, een week erna heb ik het opgenomen. Want normaal is dat zo'n heel proces en plannen. En ja, daarna kwam er zoveel stroom doorheen dat lied, dat een week later was het opgenomen. En ik denk een maand later heb ik het uitgebracht. Dus het was, en nu vind ik het, het reist doorheen zoveel vrouwencirkels en langs zoveel vrouwen. En ik krijg zoveel feedback terug van wat het doet, dat het zo sterk verbindt. En ja, dat kan je niet op voorhand plannen of wensen. Of dat is gewoon, ja, dat is zo mooi wat klank en melodie en woorden daar kunnen doen. Dat is, ja, daar word ik stil van. Ja. Ja, dat is ook echt iets dat moest ontstaan, zo precies, hè? Ja. 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 En ik vind dat het ook zo echt wel zo'n vibe heeft, dat het precies het themalied is, of hoe moet ik het zeggen, van de vrouwencirkels. Allee, ik neem het zelf ook graag mee in de Wild Women in the World. Maar dat is echt... ja. En ik kan mij ook nog herinneren dat dat voor jou ook wel ergens een bepaalde drempel was, hè, om zo die, die call te volgen, om dan toch te beginnen zingen, wanneer het daar heel stil was in het beraad, maar wanneer dat je voelde dat je dat moest doen. Hè? Ja. Ja, dan begint dat zo... Dan krijg je zo hartkloppingen en dan voel ik zo van... Wow, ik moet hier iets doen. Sommige mensen hebben dat als ze iets te zeggen hebben. En ja, bij mij is dat dan zo elke keer toch wel die drempel van... Oké, ik ga klank maken. Ook omdat zingen heel vaak met het ego is gerelateerd. En heel vaak is dat van... Hoort je mij? Ziet je mij? Voilà, ik ga hier eens een beetje zingen... Maar op zo'n moment is dan net compleet het omgekeerde. Voel ik juist dat ik klank maak, dat ik muziek maak, dat ik zing, om juist te dragen en te ondersteunen en te versterken wat daar op dat ogenblik gebeurt. Zo kom ik bijvoorbeeld heel vaak ook, heel vaak, de laatste 10 jaar regelmatig op bijvoorbeeld afscheidsvieringen, maar echt in alle mogelijke vormen, alle mogelijke religies. En dan ook, dan is dat puur intuïtief, improviseren in het moment vaak, gaan voelen van welke energie is hier, wat is de energie van degene die overgaat, die, waar afscheid van genomen wordt, wat is de energie die er nu heerst. En ja, dat is eigenlijk, op dat moment is dat een cadeau. Omdat je precies aan de hand genomen wordt en iets gidst u doorheen de klank, iets toont u van voilà. Dus die intuïtie is dan heel sterk en dat is dan puur overgeven en eigenlijk ook ondergaan, want ik kan dan ook niet echt veel sturen van wat er dan komt of gebeurt. Dat is sterker en dieper dan mezelf. Dat is die natuurlijke flow, dat is die verbinding met essentie, verbinding met natuur ook. Dat zijn ook de plekken waar ik het liefste muziek maak en zing en klank maak, dat is buiten. Of tenminste, zoals nu hier bij mij in mijn muziekruimte. Ik zie bomen, ik zie groen, ik zie water. Ja, dat is zo versterkend voor die intuïtie om klaar te maken. Ja, en ook verbinding met jezelf, met je eigen natuur waarschijnlijk. Hè? Want zonder dat zal het niet lukken. Hè? Nee, dus echt zo dat de natuur weerspiegelt, dat je zo teruggaat naar je eigen diepste essentie. Ik denk, als ik zo beelden zie van jou, wanneer je zo de natuur intrekt... ik denk dat dat zo'n gelijkaardige beleving moet zijn. Zo volledig in je cocon dan, in die slaapzakcocon, de nacht in op een natuur, echt midden in de natuur. Ik beeld mij dan in dat dat zo'n gelijkaardige ervaring moet zijn. Ja, zo van, dat voelt heel veilig eigenlijk. Is dat ook iets dat ik kan beschrijven? Ja, echt een essentie. Ja. Ja. Veilig, helend, voedend, het is een cadeau voor mezelf, zowel als voor de mensen met wie ik het op dat moment mag delen. Ja. Ja. Wauw. En is dat iets wat je eigenlijk altijd al gehad hebt? Dat je zo als kind zelf al voelde van, dat zit in mij? Of iets dat je hebt moeten leren? Of hoe zit dat? Ik heb dat moeten ontdekken.
Ik heb uiteraard, ja. Ik ben geboren met het talent van een... ik heb een grote muzikaliteit, ik heb een sterke, goede stem. Maar ik heb altijd zoiets gehad. Mensen zeiden, wauw, prachtig, mooi. Telkens wanneer ik zong als ik klein was. En ik voelde altijd, ja, maar daar ontbreekt wel iets. De essentie zit daar zo nog niet bij. En dan eigenlijk na meer dan 20 jaar muziekacademie ben ik meer de alternatieve weg opgegaan om echt mijn stem te letterlijk ontdekken. Dus dingen er gaan afhalen, laagjes die er zo, control freak, alles wat daar maar kan opkomen, zit daar op en stemmen. Dus die volledig vrijmaken, dat je zoiets hebt van, er is totaal geen rem als ik klank maak van, mag alles en kan alles komen. Dat is een weg, ja. Dat is niet zo waarmee je op een dag opstaat en denkt, dat is tof. Misschien bij anderen wel, maar bij mij is dat alleszins wel een ontdekkingsweg geweest, ja. Ja. Dat hangt een beetje samen met het ontdekken van je missie waarschijnlijk, hè? Absoluut, ja. Nee, want dat lijkt mij wel uw missie dan hier op de wereld, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat er iemand is die dat een vraag stelt, die dat moeder-kindretreats geeft en die dat vraagt... of dat je daar klankhealings zou kunnen geven. Is dat iets wat jij ook doet? En wat geeft ze, zeg je? Moeder-kind-retreats. Dus, dus aan die koppels van moeder en zoon of dochter. Wel, er is niks meer verbindend dan samen klank maken. Dus je hebt dan twee mogelijkheden. Ofwel laat je gewoon heel laagdrempelig ze samen zingen. Samen improviseren op klank. Samen muziek maken met instrumenten erbij, maar het liefst met hun eigen stem. En dan zou je als afronding kunnen zeggen, oké, dat iedereen in rust gaat en dat ze dan een klankreis ondergaan. Dus dat bijvoorbeeld iemand zoals ik of een andere klankheler gewoon langskomt met stem, instrumenten, gewoon volledig een klankreis op de energie die er op dat moment is opgebouwd, om dat echt nog te verankeren en nog dieper te integreren. Terwijl dat ze volledig ontspannen het opnemen en ervan genieten. Dus je hebt zowel de actieve, wat ik zelf heel belangrijk vind, want onze eigen stem, ja, dat is wat het diepste binnenin ons raakt. Dat is, als ik met mijn stem naar iemand toe ga en die vindt mijn stem niet tof, dan kan die zich daarvoor afschermen. Maar onze eigen stem is waar we lichamelijk en natuurlijk het meest vertrouwd mee zijn. En die zit ook gewoon al in ons klanklichaam. Dus als je daar zelf mee aan de slag kan gaan en je kan die laten klinken en je doet dat nog eens in verbinding met anderen, ja, dat is bijzonder sterk. Dus als er nog geen zingen en klinken wijs aan, ik zou dan je aanraden om het absoluut te doen. Ja, het is zo'n mooie meerwaarde. En mensen snakken daar ook naar. Ja. Mensen snakken om terug te zingen ook. Totdat ze zijn zich daar niet van bewust. Totdat het moment dat ze ergens in de gelegenheid hebben om gewoon losweg te beginnen te zingen. En dan merken ze daarna van, wauw, amai, dat dit deugt. Ja. Ja. Geeft het enorm veel plezier. Hè? Ook als er zeker zo'n spontaniteit bij komt, hè? Ja. Oké. En dan wou ik jullie jou eigenlijk eens vragen of dat je het hier nu zou zien zitten om een stukje van het zusterlied te zingen. Een beetje als afsluiting. Ja, graag. Ik ga dan wel mijn oortjes even uitdoen. Want anders krijg je een gekke geluid. Ik heb mijn keyboard daarvoor zelfs klaargezet. Ik ben wel aan het horen dat de buren volop aan het breken zijn. Dus als je zo wat background noises... Voilà. Nee, fijn. Sister, this is your song. I thank you. I honor you. Sister,
this is your song to remember who you are beautiful, you are warm, you are powerful, you are strong, you are beautiful, you are strong, you are powerful, you are warm. Sister, this is your song. I thank you. I honor you. Sister, this is your song to remember who you are. Let your heart guide you and show you the way. And lay loves around you through the dark night and bright day. Let your heart guide you and show you the way. And may love oortjes. Amai, mooi. Mm. Mooi. Dank geluid je. Was niet altijd even goed, denk ik, maar... Nee, ja. Wauw. Dat is echt een supermooi lied, hè? Dank je. En heb jij nog iets om te zeggen tegen de kijkers nu, of degene die dat ook nadien nog gaan kijken, van als ze dat nu... dat lied graag zou willen hebben, waar dat ze dat kunnen vinden? Ja, ze kunnen eigenlijk gewoon naar mijn website gaan. patriciavankutsem.com en daar kunnen ze meteen zien. Dus zowel op Bandcamp dat ik het lied heb verdeeld, als gewoon rechtstreeks via mail bij mij, voor, in ruil voor een vrije bijdrage. Ja. Kan stuur ik hen graag het lied door. Oké, super. Dan denk ik dat we er hier wel mee kunnen afsluiten. Tenzij dat jij nog iets te zeggen hebt? Nee. Ja, dat ik wel benieuwd ben. Een vraag naar jou dan. Als je zo Women in the Woods, of je daar ook zingt. Daar was ik wel benieuwd naar. Dat was zo'n vraag die ik wel over gezongen wordt. Ja, dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar ik ga niet zeggen dat dat niet komt. Want dat kan daar wel bij, vind ik. Ja. Mm-hmm. Ik was er benieuwd naar. Ik vroeg me af omdat dat ook momenten zijn dat mensen helemaal bij zichzelf komen. Hè? Ja. En ja. Dat die stem zingen en dansen vaak open gaat. Ja. Ja. Nu, wat ik wel kan zeggen, als ik zelf alleen op tocht ben, hè, dus ik ben zelf heel dikwijls de woman in the woods, eigenlijk, hè, dan zing ik wel heel veel. Ja, zeker ook in de bergen als ik naar beneden ga. Dus naar boven, dan heb ik geen adem genoeg. Hè. Ja. En naar beneden, dan zing ik echt heel, heel veel. En dat doet mij dan ook heel veel deugd. Dat is in dat wijd landschap en gewoon dat in de wereld sturen, zo wat. Ja, dus dat hoort daar ook wel een beetje bij, vind ik. Ja, fijn. Oké. Dan wil ik jou heel hard bedanken
Heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging om mij voor de eerste keer ook live op Instagram te krijgen. Weer een drempel en een mijlpaal. Ja, dus dat gaan we dan nog wel eens doen. Ja. Dank je wel. En ik ga dat ook opslagen op mijn feed. Ik weet niet of jij dat ook kan doen. Daar ben ik niet zeker van, maar ik denk het wel. Ik zal het checken. Dan kunnen de mensen dat ook blijven bekijken. Hè? Dus dan kun je het super delen. Heel fijn. Allee. Dankjewel. Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Voor jou ook. En dankjewel. Tot binnenkort. Tot binnenkort. Dag.